Dit verhaal gaat over een sprekende taart. Er was eens een koning die door de mensen van zijn land koning Gulzig werd genoemd. Want de koning was zo dik en hield zoveel van gebak dat hij dertien bakkers in dienst had: een meesterbakker en twaalf hulpbakkers. De meesterbakker heette Bladerdeeg. Alle dertien bakkers moesten elke dag een taart voor de koning bakken. Bakker Bladerdeeg bakte elke dag de grootste taart. Want hij was niet alleen de beste bakker, maar hij was ook de grootste bakker van de dertien bakkers. En elk van de twaalf hulpbakkers was steeds een stukje kleiner. En elk van hen bakte een taart die ook steeds een stukje kleiner was. Het was een leuk gezicht als ze in een rij stonden om de koning zijn dagelijkse dertien taarten te geven. De kleinste bakker was Pieter. Op een dag zei bakker Bladerdeeg: Je bent zo klein dat ik je vandaag of morgen per ongeluk in een van de taarten stop. Omdat ik denk dat je een rozijntje bent. Vanaf die dag noemde iedereen de kleinste bakker Pieter Rozijntje. Hij vond het wel niet zo leuk dat de andere twaalf bakkers hem zo noemden. Maar hij zei tegen zichzelf: Ik zal ze nog wel eens laten zien dat ik net zo'n goede bakker ben als zij. Op een dag kreeg Koning Gulzig een brief. Hij las hem en werd heel boos. Zijn toch al rode gezicht werd nog roder en hij schreeuwde nog harder dan hij normaal al deed: Waar zijn mijn lakeien? Kruiper en Buiger, de lakeien, kwamen aanrennen. Kennen jullie mijn vijand, Koning Zuurpruim? brulde Koning Gulzig. Ja, majesteit, zeiden de lakeien en maakten een diepe buiging. Weet jullie wat hij mij schrijft? riep koning Gulzig. Nee, majesteit, zeiden Kruiper en Buiger. Dwaze, domoren, schreeuwde koning Gulzig. En hij zwaaide met de brief. Hij schrijft dat zijn meesterbakker Krakeling... de beste taarten van de wereld bakt. En hij wil dat we een wedstrijd houden. Wat voor wedstrijd, majesteit, vroegen Kruiper en Buiger. Koning Gulzig sloeg ze met de brief om de oren. Een taartenbakwedstrijd, idioten... Natuurlijk! Ga onmiddellijk bakkerbladerdeeg halen. De meesterbakker kwam naar de troonzaal. Koning Gulzig vertelde hem over de wedstrijd. Bladerdeeg, je moet binnen een week de beste taarten van de wereld bakken, beval hij. Want dan komt die zuurpruin met zijn bakkers naar mijn paleis. Binnen een week, majesteit? vroeg bakkerbladerdeeg. Koning Gulzig legde een hand op de schouder van de meeste bakker. Een week bladerdeeg. En als jij en je hulpbakkers niet de beste taarten van de wereld bakken, dan zal ik jullie hoofden af laten hakken. Begrepen? Er was nog nooit eerder zo hard gewerkt in de bakkerij. De bakkers zwaaiden met hun pollepels, rammelden met de taartvormen en lieten hun degenrollers vliegens vliegensvlug over grote lappen rollen. De grote oven stond dag en nacht aan. Enkele van de bakkers maakten taarten in de vorm van kastelen. Anderen maakten taarten in de vorm van schepen en dieren. Alleen Pieter Rozijntje maakte een klein rond taartje in een gewone witte taartvorm. Bakker Bladerdeeg was vast heel boos geworden als hij het gezien had. Maar hij had het veel te druk om op Pieter Rozijntje te letten. De dag van de wedstrijd brak aan. Koning Zuurpruim en zijn bakkers kwamen naar het paleis van Koning Gulzig. De bakkers van koning Zuurpruim stalden hun taarten uit op een lange tafel die op het plein voor het paleis was neergezet. Het was een prachtig gezicht. Er waren vistaarten, vleestaarten, groentetaarten en vruchtetaarten. Er was een taart in de vorm van een paleis, een taart in de vorm van een draak. Een taart in de vorm van een koets en een taart in de vorm van een troon. Koning Zuurpruim en zijn meesterbakker Krakeling stonden vol trots achter de tafel. Koning Gulzig stond voor een raam en keek toe hoe zijn bakkers hun taarten uitstalden op een andere tafel. De bakkers van koning Gulzig waren zo zenuwachtig dat ze de taarten bijna lieten vallen. Want vlak bij hen stond de beul van de koning. En hij was bezig zijn bijl scherp te slijpen. Er klonk trompetgeschal. Koning Gulzig liep het plein op en gaf koning Zuurpruim een hand. Daarna liepen de twee koningen langs de tafel en proefden een klein stukje van elke taart. Het was heel stil op het plein. Bakker Bladerdeeg en zijn bakkers stonden te trillen in hun schoenen. En de bul ging door met het slijpen van zijn bijl. Koning Zuurpruim begon te lachen. Maar koning Gulzig fronste zijn wenkbrauwen. Want de bakkers van koning Zuurpruim hadden de beste taarten gebakken. Bakker Bladerdegen en zijn bakkers keken angstig naar de beul. Die voelde of zijn bel al scherp genoeg was. Jouw bakkers hebben gewonnen, koning Zuurpruim, zei koning Gulzig. Maar voordat je naar huis gaat, moet ik je nog iets laten zien. Ik laat al mijn bakkers het hoofd afhakken. Koning Zuurpruim grinnigte. Nou, als je erop staat. Jouw hoofd gaat er het eerst af, bladerdeeg, zei koning grulzig. Arme bakker bladerdeeg. Hij ging op zijn knieën zitten en boog zijn hoofd. Hij sloot zijn ogen. De bul tilde de bel op, maar opeens zei een zachte stem: Ho, ho, wacht eens even. Iedereen keek naar de tafel waarop de bakkers van koning Gulzig hun taart hadden uitgestald. Aan het einde van de tafel stond een kleine ronde taart in een gewone witte taartvorm. Maar de taart sprak tegen hen. Koning Zuurpruim heeft helemaal niet gewonnen. Ik ben de beste taart, want ik kan praten. Oh, riep iedereen op het plein. Hé, hey, riepen koning Gulzig en bakker Bladerdee verbaasd. Bah! riep koning Zuurpruim. Koning Gulzig keek koning Zuurpruim vol trots aan en zei op hooghartige toon: vertel mij eens, beste Zuurpruim, kunnen jouw bakkers een sprekende taart maken? Koning Zuurpruim keek nog zuurder dan hij normaal al deed. Kunnen jullie een sprekende taart maken? Vroeg hij aan zijn meeste bakker, Krakeling. Uh, uh, wat, wat bedoelt u, majesteit? Stamelde bakker Krakeling. Wat zou ik bedoelen? Kunnen jullie een taart maken die kan praten? schreeuwde koning zuurpruim. Uh, nou, nou, dat, uh, nou dat, dat, dat weet ik niet, stotterde bakker Krakeling. Koning zuurpruim was heel boos en gaf zijn meesterbakker een draai om de oren. Iedereen op het plein moest heel hard lachen. Koning Gulzig lachte zo hard dat hij bijna achterover in de taarten viel. Dat heb je heel goed gedaan, bakkerbladerdeeg, zei koning Gulzig. Als beloning mag je mijn hand kussen. De meesterbakker kuste de hand van de koning. Vertel me eens, bakkerbladerdeeg, wie van je bakkers heeft die sprekende taart gemaakt? Want hij mag ook mijn hand kussen, zei koning Gulzig. Ik weet het niet, Majesteit, zei bakkerbladerdeeg. Hij draaide zich om en keek naar zijn bakkers. Ze stonden in een rij en schudden allemaal nemend hun hoofd. Maar bakker Bladerdeeg vergat ze te tellen en hij zag niet dat er maar elf hulpbakkers in plaats van twaalf stonden. Nou, het doet er niet toe, zei koning gulzig. Het is een wonder, zullen we maar zeggen. Misschien hebben we hem nog een keer nodig. Berg die taart dus maar goed op. En daarna zullen we feest vieren. Bakker Bladerdeeg droeg de geheimzinnige taart voorzichtig naar de bakkerij. Hij zette de taart op een plank in de keukenkast. De hele avond werd er feest gevierd in het paleis. De bakkers mochten zelfs bij de koning aan tafel zitten. Ze hadden het zo naar hun zin dat ze niet merkten dat Pieter Rozijntje veel later binnenkwam en op zijn stoel aan het einde van de tafel klom. Zijn haren, zijn muts en zijn kleren zaten vol sliertjes deeg. Maar hij keek heel gelukkig. En niemand, niet de koning, niet de andere bakkers en zelfs niet bakker deeg Vroeg hem waar hij geweest was.